deze week in 1 minuut. Co Adriaanse begint volgende week aan zijn klus als trainer van FC Twente. Dat heeft voorzitter Munsterman maandag bekendgemaakt. Adriaanse tekent waarschijnlijk een contract voor 1 seizoen. Defensiebedrijf Thales heeft een laserkanon ontwikkeld tegen piraterij. Door de laserstraal te richten op piraten moeten ze misselijk gaan worden. Het zou genoeg zijn om de piraten rechtsomkeer te laten maken. Volgens Thales werkt het kanon vanaf 2 kilometer afstand. Zo'n 200 ouderen hebben in Oldenzaal gedemonstreerd tegen de voorgenomen bezuinigingen van de gemeente. Daarbij kregen wethouder Vloothuis en enkele raadsleden geraniums aangeboden. De ouderen zijn bang dat ze door de bezuinigingen minder het huis uitkomen. Net voor de spoorwegovergang tussen Badmen en Kromsgaten zijn 2 auto's op elkaar gebotst. Door de kopstaartbotsing belandde de eerste auto op het spoor. Deze auto werd vervolgens aangereden door een trein. Bij het ongeval zijn geen gewonden gevallen.